Yo mensen van Verpaggoord, welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Town of Salem met Jeremy hier op Verpaggoord. Zo. Yeah. En we gaan weer lekker potje spelen. Een tijdje geleden. Ja, nee, dat valt wel mee. Vorige week kwam er een aflevering online. Ik had echt zo verwacht dat jij ook tegelijkertijd had gezegd, het is alweer een tijdje geleden. Ja, dat was bij Hunger Games aflevering een keertje. Ja. Ik moet even een goede naam bedenken. Ik heb een hele goede. Ja, ik eigenlijk. Ik heb er eigenlijk nog niet echt eentje. 8 seconden, 5, 7, 6. Gossie. Nou, het zal. Wauw. Oké. Scorry. Oké. Interessant. De rol. Dus. Even kijken, there we go. Ik ga het geluid weer aanzetten van Town of Salem. Jeremy, zeg eens wat. Yo. Prima. Oké. Voor mij is het geluid van Town of Salem nog helemaal goed. Oké, gaan we hoor. Leuke rol. Even kijken hoor. Ik ben echt benieuwd wie jij bent, wat jij bent. Whatever. Oh god, volgens mij heb ik echt al een vermoeden. Night One. Even kijken. Wat heb jij? Ik ben echt. Oké. Okay. Sowieso ben jij iets van maffia of een killing role. Oh. Blackmailed. You were transported to another location. Wow. Ik ben dood. Ben je dood? Nee, jij bent dood. Jij was kaal sorry. Nee, ik ben niet dood. Dan wist je dus al lang een naam. Ja, tuurlijk. Cookie. Ja, ik ben vergeten mijn skin uit te zetten, dus... I did it. Ik ga ondertussen verder weer met... Dennis is geslaagd. Wat was Adolf voor rol? Beerwolf. Oké, kom op, dit gaan we doen. Gals Corey's role was lookout. Oké, maar de neutral killing is dood. Dat was de weerwolf. Er is al een town investigate dood en een town protective. Oké, I found either the spy or blackmailer. Guys? We have to do the spy test on Cookie. Spy of black? Ja, nee, hij is sowieso is hij de executioner, want ik ben spy of black? Geen van twee. What's the number? Egg never. You are like executioner. Echt waar hoor, ik ben hij is echt gewoon... B2, I was transported. Hij zou misschien wel de investigator kunnen zijn, want ik was getransport namelijk met iemand. Volgens mij, ja. Dan is monster waarschijnlijk de blackmailer. If transporter told me so. Ik ben echt benieuwd jongen, ik ben zo dood, want de weerwolf is dood. Nou, ik heb mijn hele last will gezet en dat soort dingen. Ja, ik nog niet. Heb je zeker weer dat butterfly ding? Ik ben al de hele tijd aan het typen geweest. Oh. Wie ben jij? Godsamme, ik weet echt niet wie je bent. Dit is een hele grote fout misschien. Ga je dood? Blijkbaar. Ja, weet je toch niet? Oh! Hoe ga ik dit brengen?
Ben jij ook dood? Nee, ik leef. Ja, ik ben dood. Ga ik dit brengen? Zal ik even mijn informatie delen? Ja hoor. Sheriff. Bij mij staat er... Your tar... You have this... You have decided to in... Wow, ga even weg. You have decided to interrogate... Agnever tonight. You have instead decided to incriminate Monster tonight. Your target is a member of the Mafia. You were attacked by the serial killer. You have died. Nou, ik heb ook iets heel leuks gevonden. Oké. Your target was immune to your attack. En nee, ik ben geen Mafia. Je bent een serial killer. Nee, ik ben geen serial killer. What the fuck ben je dan? Vigilante? Ja. Met wie heb je geschoten dan? Mega Gardevoir. Oké, ik ga het lekker spammen. Keus. Keus. Wie? Listen. Waarom heb je random iemand geschoten? I'm Evic. I shot. Ja, maar waarom zou je random shoot doen? Voor de lol. Echt hoor, hang monster. Best wel raar. I tranced myself with Golab. Funny. I'm the freaking amnesiac. Well, no, night one, I tranced monster with Cookie. Oké, wacht. Echt hoor, hang monster. Ik zei, ik vertrouw Golab niet, vertrouw monster niet. Ik zou, als ik jou als Mega Gardevoir, Gardevoir of zo vertrouwen. Ja. Monster is de blackmailer. En... Of ben jij monster? Nee, jij bent Prins William. Oh my... Waarom gaan ze voor Vagavoom? Omdat ze niet luisteren. Jongen, ja, je bent zo dood vannacht, hè? I know. Dus ik ga... Ja, nee, whisper naar de transporter dat hij jou met Golab moet verwisselen. Want dan valt namelijk de dingen zichzelf aan, hè? Me with... Naar Mega Gardevoir moet je whisperen. Transport me with Golab tonight. Ja, goed zo. Hij zegt alright. Dat is namelijk heel clever. Wat ben jij trouwens? Vigilante. Ik ben de Vigilante, Town Killing. Oké. Ik was de sheriff, Town Investigate. Ja, ik ben eigenlijk best wel... We kunnen samenwerken. Ja. Je had de kans niet gekregen, hè? Voorlopig ben ik nu 2 keer janitor geweest. Dus dat is best wel... Hij was... Oh. Niet slecht, maar het was beter geweest als we een moordenaar hadden gevonden. Inderdaad. Zet in je will dat je monster en Golab niet moet... Dat hij dat Golab immuun is en dat monster blackmailer is. Zeg dat sowieso in je will. En hopelijk voor je wordt je getransport met de serial killer. Of met de Godfather. Ja, ik ga sowieso monster schieten. En ik word getransport met Golab. Is goed. Dat moet je echt doen. Ik ga eens kijken of het werkt. Ja, monster is de blackmailer. Nou, dat is de karma, want ik kon de eerste nacht niet praten. I'm blackmailed, punt. Als je mijn last will ziet, hè, die is echt geniaal. Waarschijnlijk kunnen jullie dit winnen. Als Town dit echt heel goed gaat spelen, dan kunnen jullie het echt goed winnen. You were transported to another location. Ik ben niet dood. Voor mij is Golab dood. Monster is dood. Alleen door jou. Ja, dat is omdat ik die heb geschoten. Wacht. Brutally. Vigilant en serial killer. Wat is er met de maffia gebeurd? Waarschijnlijk omdat... Oh, de Godfather die kan zichzelf niet aanvallen. Ah. Want dan staat er waarschijnlijk... Your transport to another location. Target was immune to your attack. Oké, ik ga niet dood. De Godfather heeft dus jou... inderdaad willen vermoorden. Oké, before I claim anything...
Was Dan transported last night? Dan? Oh. No, zeg echt dat jij was getransport. No, I didn't trans Dan. Je moet echt, mega moet je aan jouw kant zien te krijgen. Dan is denk ik ook wel een slechte rol, want ik weet, volgens mij is Agnever de investigator, zoals ik hem al een paar keer heb horen praten in de chat. Ik denk dat Mega Gardevoir, nou, dat is echt gewoon al bijna obvious dat dat de transporter is. Jij bent de Vigilante, je moet gewoon zorgen dat je met die drie samen blijft werken, dan wint Town gegarandeerd. Goed zo, Kolaf, goed zo. Ja. Ik ben even aan het, kijken, waarschijnlijk was Mecha Heidler, of Hitler, was een Town. Dus het is dan 1, 2, 3 Town weg. Er is nog een Janitor en een Godfather. Ja, er zijn nog 4 Town over, hè, en dat zijn jij, Agnever, Mega Gardevoir en nog iemand. Als ik jou was, zou ik random gaan shooten vannacht. Wow. Hij is wel blackmailed, maar dat betekent niet dat hij niet slecht is. Blackmailer is dead, idiot. Ja, het zou nog kunnen dat hij, gechanteerd is. Dus je zou... Hij is gewoon... What the fuck? Is change your vote, is change your vote. Oké. Okay. Is die ook... Oh nee, Mega is geleft. Oké, ik zou gewoon random iemand gaan schieten vannacht. Schiet Dan vannacht. Ja, sowieso. En iemand vote innocent. Dat is best wel obvious. Als hij nu maffia is, hè. Misschien kan je dan beter Sammy schieten. I can try. Want ze zeggen... Wat zijn rol is. Misschien is Dan wel immuun. En als je hem dan gaat schieten, dan heb je niemand dood. En als Golov maffia is, dan is Sammy... Hij moet de godfather zijn. I was blackmailed, idiots. Catelyn is immuun. De... Mooi, oké, ik ga Sammy schieten. Schiet Sammy maar. Maar zij is... Oké, hij zegt dus dat... Wie was immuun? Catelyn. Hij zegt dat Catelyn... Oké, wat ik tot nu toe voor leads heb... Catelyn is dus immuun. Sammy vote innocent op de Godfather. En Dan is een suspicious role. Dus ik zou het allemaal in je last will zetten. Die staat vol. Wat heb je er allemaal in staan? Het is heel grappig. Nou, je moet gewoon die drie mensen gaan schieten als je nog leeft. Ja, ik heb nog 1 schot over en die ga ik op Sammy doen. Ik zou in ieder geval Catelyn niet schieten, want Godfather zegt dat hij immuun is. Waarschijnlijk ga je dood vannacht. Oh, nee. Leef. Heb je hem geschoten? Sammy is dood. What? Wow. Het kan er je over zijn. Oh, als Sammy nu echt een Town was, hè, dan zit jij zo diep in de pinari. Maar de kans is echt klein dat dat zo is. Het is nu over, gok ik. Corleo, serial killer. Step by the serial killer, could not find the lost will. I'm Catelyn, no nuts, PC, people like me are tensed, so kill me. De maffia is aan 1 stuk doorweg. Ja, maar ik ben nu ook dood, want Sammy... Kan het zijn? Oh, het zou Neutral Evil kunnen zijn. Als ik geluk heb. Of Annie was ook maffia. Oh ja, Sammy was de dokter, hè? Dus ja, hij was geresurrected. Oh ja. Kut. Dat is een hele domme fout. Ja. Ja, oké. Town kan het niet meer winnen. It was an investigator. Wacht, ik ga dit heel slim spelen. SK, wanna work together. Als mensen together. Heel slim willen spelen, moet ze Catelyn nu gaan hangen. Ik heb namelijk geen idee wat Dan is. Ik ben... Met je Garvier Transporter, Cookie Monster, myself with Golef, Prince with Golef. Mega, waarom liefde je nou? Had dit kunnen winnen. Zo. Ik zou gewoon voor Catelyn. Zeggen dat hij immuun is en misschien heb je de serial killer wel te pakken. Maar wat is Annie? So hey guys, Catelyn claims serial killer in her dead note. No hey, nuts. No. Roll call, serial killer. Ga er gewoon voor.
Waarschijnlijk is ze echt een serial killer en probeert ze het over te komen als een jester, zodat ze niet wordt gehangen. I can try. Want die tactiek gebruik ik zelf namelijk ook wel eens. Catelyn Nonuts. Let's throw them up then. Kom op, Dooper. Goed zo. Ik heb geen idee wat Dooper is, maar volgens mij is hij Neutral Evil. Oh, maar Neutral Evil is er ook nog, hè? En de Neutral Killing. Wat zou Neutral Evil zijn geweest? Stel, Neutral Evil is echt Jester. Ik ga sowieso Innocent abstained op het laatste moment. Is goed. Als hij dan slim is, het kan, weet je wat, het kan in een draw eindigen, zie ik nu, hè? Als Catelyn namelijk de jester is en Dan Howell is de serial killer. Stel, Catelyn wordt nu gehangen. En Dan die killt Dooper vannacht. En Catelyn die hand op Dan. Dan is het jester wins. Want jij bent namelijk sowieso al dood. Ik weet het niet. Dus dit moet een SK zijn, dat sowieso. Dan zien we wel verder. Ja, oké, hij is geen jester in ieder geval, anders had je het al in de chat gezien. Nou, ik heb toch voor de zekerheid abstained gedaan. Ja. Catelyn Nonuts, kill the Hitler started Holocaust. Nou, okay. Serial killer. Jee voor die town, hebben we al Jee voor town. Oh! Oh, serieus? Nice. Dat was Matcha. Oh, dat was Matcha. Hitler was dus waarschijnlijk een neutral rol. En Annie is town geweest. Ja, ja. Ja, ik had nooit verwacht dat Town dit zou winnen. Neutral Evil was Mega Hitler. Dus, oké, even kijken. Jester. Oh, was hij de Jester? Ja. Zo, dan zijn we... Waar stond hij dan? Dooper, de Retributionist. Oh, dan zijn we echt blij dat we dit er gelijk vanaf zijn gekomen. Dooper was de Retributionist. En Dan was de Dokter. Maar Sammy Sinwell was de disguiser, maar hij is slim geweest om zich te disguisen in de Vanavoom, de dokter. Ja, ik heb hem gezien. Nou goed. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer een leuke aflevering van Town of Salem vonden. Ja, het was een spannend potje. Volgende week weer een nieuw potje Town of Salem met Jeremy en misschien wel andere mensen. Maar ja, mensen moeten eens een keertje mee. Town of Salem is een leuke, niet zeker. Dames en heren, bedankt voor het kijken en later!